Kerken in Nederland blijven leeglopen. Erg of prima? Dat is de kwestie. Met kerst trekken kerken nog wel volle zalen, maar verder wordt hun rol alsmaar kleiner, bewijzen nieuwe cijfers van het CBS. En de afname van het aantal kerkgangers, ook in andere landen, komt deze maand ook weer ter sprake tijdens de bisschoppensynode in Rome. Ja, kerken lopen leeg, maar eigenlijk gaat het goed. Zeker met de katholieke kerk. Dat zegt onze voorstander van deze week in de krant, Antoine Baudard is dat. Volgens de bekende priester is wereldwijd juist sprake van groei. En katholieken en protestanten groeien in ons land zeker naar elkaar toe juist op dit moment. En de kerk zal ook altijd blijven en nodig blijven ook. Sowieso als smaakmaker van de samenleving. Volgens Baudard leven we op dit moment in een ego-tijdperk. En natuurlijk is het misbruik in de kerk een hele kwalijke zaak. Maar de kerk heeft in het verleden ook klappen gehad. En als Rome een beetje met zijn tijd meegaat, dan kan de kerk ook in ons land weer groeien, zegt Baudard dus. Nee hoor, dat Nederland ontkerkelijkt is totaal geen probleem. Dat zegt onze tegenstander Boris van der Ham in de krant. Het oud-Kamerlid van D66 zegt dat het heel gezond is dat steeds meer wereldburgers, gelovig of niet, hun eigen visie op hun leven kiezen. En hij wijst erop dat landen waar kerkbezoek afneemt, Scandinavië, Nederland ook, behoorlijk gelukkig zijn. Blijkt uit allerlei onderzoeken. Plus, religieuze elementen die we belangrijk vinden met z'n allen, die blijven vanzelf wel behouden. Dus voor onze tradities en cultuur hoeven we niet te vrezen als we met z'n allen minder naar de kerk gaan. Goed, voor en tegen zijn duidelijk, maar wat vindt Nederland? Dat zijn we deze keer gaan vragen in Den Helder. Om de hele huidige situatie, de tijd is gewoon ook zo. Dat is in heel Europa en in Nederland ook zo. Er is gewoon heel veel ontkerkelijking. En dat hou je gewoon niet meer tegen. God is dood voor heel veel mensen. Nou, ik denk niet dat de kerk ooit echt gaat verdwijnen. Ik denk dat te veel mensen er ook weer te veel steun aan hebben. Ik denk wel dat die oudere generatie wel nog blijft gaan en dat misschien nog een beetje probeert over te geven. Maar ik denk op een gegeven moment dat het wel stopt. Alhoewel ik toch zie dat er bij de EO, de jongerendag, daar komen toch duizenden jongeren in het stadion samen om samen toch hun geloof te beleven. Ik denk dat er veel meer andere vormen zijn om zin te geven aan je leven. Dus veel meer, ja, je hebt boeddhisme, je hebt zoveel spiritualiteit. En ik denk dat die zingeving die de kerk zeg maar in de aanbieding heeft, niet meer helemaal aansluit bij grote groepen mensen. Dus ik denk niet dat dat te stoppen is. Ik denk wel dat dat wel doorgaat. Dat het steeds minder mensen naar de kerk gaan. Ja, dat is jammer, maar ja, weet je. Ja, vind je dat wel jammer? Of maakt het jou niet zoveel uit? Voor de mensen die dan daarin geloven, en dan is het wel jammer om dan bijvoorbeeld hun familieleden of hun vrienden dan niet erheen zien te gaan. Mensen zijn er vreemd van. Het is misschien ook niet zo relevant meer. Ja, voor mij wel, maar voor heel veel mensen niet meer. Helaas, ja. Aldus Den Helder. En nu ben ik benieuwd wat jij thuis vindt. Ga naar telegraaf.nl/wat u zegt en laat dat ons weten. Of als je dit via YouTube kijkt in de comments. Volgende week is er weer een nieuwe kwestie. Tot dan.